zijn we er al bijna 20 megalon deze autorit. Ja, we zijn er bijna bij. Ik ben ook echt al megalon. Ja, weet je het zeker? Waarom moeten wij met een houtje vader in de auto? Ik bedoel, ik had hier niet eens zin in. Ja, ik wou gewoon aan jullie laten zien hoe rijk mijn papi is, oké? Hoe rijk je papi is? En waarom zien we er allemaal uit als noobs? Wat is hier nou weer aan de hand? Ja, de vraag is noob wordt zijn dus ook niet kind. Dat kan, Dennis. Oké, wat het ook is met je vader, ik vind je huis echt mega eng tot nu toe. Zei je niet dat je papi rijk was, kind? Het ziet er niet zo uit met al dit afval hier zo. Nee, het ziet er niet echt rijk uit. Wacht eens even. Waarom zeg je vader dat wij de troep hier moeten opruimen? Nou, omdat hij aan het werk is. Oh, serieus? Ja, wij komen hier bij jou thuis spelen en dan moeten wij alles hier gaan... Oh, jongens, laat hem alles opruimen. Serieus? Oké, dan. Ze pel naar zakken met die luiers van jou. Sorry, ik poep wel best wel veel, hoor. Ja, dat is te zien, want anders zit hier vol gewoon. Dit is echt mega vies. Oké, laten we dit appel ook maar opruimen hier zo. Wow, hoeveel appel heb je dan niet in je huis liggen? Heel veel. Kind, waarom heb jouw papi allemaal beveiligingscamera's hangen in huis? Omdat hij zo rijk is, komen er best wel veel inbrekers. Oké. Ik kan jou in de gaten te houden. Hoeveel luiers poep jij wel niet vol, joh? 3 per dag of zo. Waarom laten jullie dit ook liggen op de grond? Oké, het is de toilet. Oké, hier ligt niks, jongens. Hier ligt niks. Oké, hier moet je in poepen en niet op de grond, hè, kind. Dat weet je. Nee, dat weet ik ook wel, Tommy. Kind, het staat als we een berichtje hebben gekregen van je vader... dat we noedels moeten klaarmaken voor het avondeten. Noedels? Dat is toch helemaal geen avondeten, jongens? Ik ben niet heel erg, hoor. Noedels. Serieus nou, noedels? Ik heb echt mega honger. Oké, laat het licht maar aanhouden. Aan. Met het licht uit is het wel echt mega donker opeens. Wow. Inderdaad. Oké, wacht. Zeg een foto van jezelf. Ben jij dat kind? Lijkt het wel. Dat ben ik niet, hoor. Ik vind je huis een beetje eng. Is dat je vader daar zo? Denk het wel, ja. Oké, jongens, we moeten hier allemaal noedels pakken uit de koelkast, oké? En die moeten we voorbereiden hier zo. Die moeten we dan hier in de oven gooien. Iedereen aan de kant, dan pak je noedels uit de koelkast, oké? En dan allemaal overdoen. En dan moeten ze langzaam op tafel zetten. En we moeten ook een paar noedels maken voor de vader. Oké, zo, die erin. Dit ziet echt mega vies uit, die noedels. Lekker, hoor. Die van jou zijn al goed. Oké, perfect. En deze zijn voor de vader, dus laten we ze neerzetten. Je moet ze neerzetten, oké? Niet opeten. Zal dat het al klaar is? Wacht eens even, ik kan hier aanschuiven. Ik heb nog wat extra noedels voor iemand. Oké, jongens, we moeten tegelijk Oké, je vader wil wat zeggen. Hij vraagt zich af wie er op de deur aan het kloppen is. Ja, dat vraag ik mij ook af, want dat hoorde ik net ook. Oké, hij praat in zichzelf. Hij zegt, ik ga maar even buiten kijken. En jullie kunnen in de tussentijd wel lekker tv kijken wanneer ik naar buiten ga. Maar onthoud, zorg dat je altijd naar bed gaat om 10 uur 's avonds, want dat is jullie bedjestijd. Kind, heb jij een bedjestijd? Of je vader zal heel erg boos worden. Waarom op ons? We komen hier logeren. Je zei dat we tot 9 laat mochten opblijven. Man. Maar wacht eens even. Je vader zei net dat we televisie mochten kijken. Maar blijkbaar moeten we nu naar boven om te gaan slapen. Wauw. Ja, Dan nu en we moeten ook alle lampen uit doen, jongens. Het is een beetje eng in het donker. Is dit jouw slaapkamer? Heb je nou een foto van een hond hier? Je lijkt hier wel een beetje op. Inderdaad, zo'n baasje, zo'n hond. Oké, volgens mij ben je een fan van een hond. Ik pak dit bedje hier zo. Tommy, kom jij hier zo? Ik slaap hier. Oké, jongens. Dit is mijn bedje. Het is hier wel een beetje warm. Moet even de airconditioner aanzetten. Laat ik dat maar even doen. Zo, kijk eens aan. En we moeten alle lampen in het huis uitzetten. Echt alle lampen, jongens. Oké, ik vind het wel een beetje eng hier op deze manier. Jongens, dan alle lampen uit overal. Ook in de badkamer. Heeft iemand
hadden we nog in de badkamer uitgedaan, Zoe? Nee, die is iemand vergeten. Oké, zet die maar uit en dan moet ik hier beneden ook nog de lampen uit doen in de keuken, volgens mij. Oké, dit is echt mega eng. Zo, laat ik die lampen uitzetten. Jongens, kom naar beneden, kom naar beneden, naar de televisie. Maar dan moet je toch slapen nu? Oké. Ja, ik weet dat we nu moeten slapen, maar die vader is hier nergens te bekennen, oké? Jongens, zorg dat je stil bent, oké? Ik zet hem aan, ik zet hem aan. Oké, we moeten naar het nieuws luisteren. Oké, perfect. Naar het nieuws. Dit is een bericht van de FBI. Tommy is niet de politie. Pas op, er is een geheime meneer buiten die naar allemaal opritten komen van mensen. En die vertoont heel erg raar en agressief gedrag. De FBI is ermee bezig met een onderzoek. Maar zorg dat je in die tijd binnen blijft. En zorg dat je geen oogcontact maakt met die mensen. Doe je deur op slot en als er iets aan de hand is, moet je zo snel mogelijk de politie bellen. Doe de deur dicht. Zit die op slot? Jongens, voordeur, laat ik even kijken. Oké, hij lijkt op slot. Of is er niet de voordeur? Oh, de voordeur is hier, kind. Ik heb een vraag. Ja? Was dan niet degene die net op de deur klopte die dat geluid maakte? Maar wacht eens even, jouw vader ging dat toch controleren? Dat is waar ook. Moet je dan niet even kijken of jongens, als we gewoon allemaal bij elkaar blijven de deur open en doen, dan zijn we in de meerderheid, oké? Oké, daar gaat hij. De deur open. We wachten jou. Jongens, de deur is op slot. We moeten naar boven en op de computer kijken van jouw kind. Wat de vader aan het doen is. Volgens mij heb je daar beveiligingscamera's. Oké, laat ik de computer aanzetten. Jongens, kind. Die vader is aan het praten met een mysterieuze man. Echt? Wat is er met je vader gebeurd? Oh nee, jongens. Oh nee. Jongens. Oh, jongens, dat scheelt niks. Dat scheelt echt niks. Wat ook nog eens een keer de lampen aangelaten. Zag je hoe eng je vader was, letterlijk? Laten we rustig kijken wat iemand aan. Volgens mij hoor ik wat. Oh nee. Daar komt ie. Ik slaap. Ik zit niet op mijn iPad onder mijn deken, hoor. Kind, je had niet gezegd dat je vader zo eng was, oké? Ik moet slapen. Ik blijf slapen. Oké, perfect. Jongens, wakker worden. Oké. Nee, gewond door. Ze moeten naar beneden, oké? Oh, hier is het water, jongens. Hier is het water. Waar ben je, Tommy? Oh, daar. Oké, Tommy, laten we wat drinken. Oh, nee. We hebben glas nodig, jongens. Tommy, waar hebben we glas? Staat er een glas in de badkamer? Waar is het glas, kind? Waar is het glas? Oh, er staat een glas naast. Oké, pak een glas. Uit de wc. Ik drink wel uit de wc. Tommy? Oké, Tommy. Ja? Even drinken. Zo, dat is lekker. Maar ik heb honger, jongens. Kind, kunnen we niet beneden een snackie pakken of iets? Zakje chips? Ja. Oké, laten we kijken. Ga naar buiten. Iemand maakt het veel lawaai. Ja, wie was sorry, het? Ik loop zo sloom, jongens. Jongens, kom naar bed, kind. Is hij nou geslagen door zijn eigen vader? Nee, Tommy, hij heeft hem vermoord. Vermoord? Zijn vader is een moordenaar. Tommy, volgens mij als we niet slapen, gaan we letterlijk dood. Oh nee, ik heb honger, jongens. Nee, ik heb echt heel veel honger. Ik heb ook heel veel honger. Jongens, we stormen naar binnen. We stormen naar beneden, oké? Rennen. Oké. Tommy, ik doe een lampje aan. Eindelijk niet te slapen, jongens. Achter mij, jongens. Achter mij. Nee, jongens. Ik hou jullie in. Ik heb heel erg honger. Ik ook. Jongens, wat is dat? Ik lig onder mijn deken. Ik kan niks zien. Die dood ging. Tommy, wat gebeurde daar? De vader van het kind. Die kilde mij. Ik ben vermoord. We zijn letterlijk in ronde 2 en ben dood gegaan, Tommy. Ja. Jongens, dit is onze tweede kans in ons laatste leventje, oké? Inderdaad. Oké, we moeten voorzichtig zijn. We moeten op tijd eten, op tijd drinken, oké? Ja. Inderdaad. Ja. Voor ronde 2 heb ik dat eten bij me. Slapen. Je vader komt eraan, kind. Ik lig al op bed. Dat scheelde echt niks. Ik haat dit. Waarom
moeten ja, gaan slapen, ook, of anders gaan we dood. Normaal hou ik van slapen, maar we moeten letterlijk slapen. Kind, ga slapen, kind, ga slapen. Hij was nog aan het trekken, dus. Oh nee, je daagt je vader uit. Je gaat dood op deze manier, omdat je niet slaapt, oké? Rustig, rustig, eten. We moeten eten, jongens. We moeten eerst wat drinken, ik moet wat drinken pakken, anders ga ik dood. Ik moet ook wat drinken. Oké, ik ga langs je vader heen, en ik ga eten, oké? Oh nee, je vader is boos, Oh, kijk, ik wil hier naar de thuis, ik wil hier weg. Het redden, toen ging ik dood. Nee, hij komt me halen, Hij is boos. Hij is boos! Ga naar mijn bed. Aan de kant, jongens, aan de kant. Oh nee. Hé, jongens, waar blijf je? Ik ga naar bed. Ik lig. Het scheelde niks. Oh, hij staat hier. Ik weet het, maar ik moest al eten. Ja, ik moet ook eten zo meteen. Zoe ligt in je bed. Muis stil. De rest is allemaal dood, Zoe. De rest is allemaal dood. De vader is zelfs eigen kind vermoord. Wat? Zoe, ik moet wat drinken. Ik moet wat eten, maar dan moet je per se op tafel zetten, toch? Ja, ren naar de tafel toe en eet gewoon wat, Zoe. Ik denk niet dat ik het ga halen. Kom jij helpen, Zoe. Langzaam. Dennis, ga het niet redden, denk ik. Zoe, ben je nou dood? Ja. Oh nee. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneer.